Paris Saint-Germain bewijst toch eigenlijk bijna ieder jaar weer dat het zo niet werkt. Jong Oranje bereidt zich voor op het jeugd-EK in Tbilisi, waar het op de woensdag de eerste poolwedstrijd speelt tegen de talenten van België. Onder leiding van bondscoach Erwin van der Looy, die na dit toernooi wordt opgevolgd door Michael Reiziger, hoopt Nederland hoge ogen te gooien met het liefst mooi voetbal. Bij mij is het altijd, je hebt een aantal uitgangspunten als trainer, wat je wil. Bij ons is dat opbouw van achteruit, is een overdal op het middenveld creëren en dan voorin heel veel diepte. Dat zijn eigenlijk je onderliggende uitgangspunten. En daarna kijk je welke spelers je ter beschikking hebt. Welke spelers goed genoeg zijn. En je wil uiteindelijk de beste spelers op het veld hebben en de beste spelers ook nog in de kracht brengen. Maar die uitgangspunten gecombineerd met die spelers die je selecteert en die je ter beschikking hebt, die gaan uiteindelijk je formatie bepalen. Formatie is natuurlijk wel een dingetje, maar is niet zo groot als heel veel mensen het willen maken. Maar bij ons betekent het wel dat, omdat je weinig traint, vind ik dat je meer structuur moet geven aan de spelers. Het voordeel wat wij hebben is dat we over het algemeen genomen meer getalenteerde spelers hebben bij Jong Oranje. Dat zijn toch de beste spelers uit hun lichting. Ja. Dus daarvan verwacht je dat ze het sneller oppikken, dat ze het beter uit kunnen voeren. Dat ze het wat we willen met elkaar, dat ze dat makkelijker kunnen vertalen naar het veld. En dat is ook zo. Terwijl als je bijvoorbeeld in Groningen zit, ja, dan zul je het vaker op het veld moeten halen. En dan zul je van daaruit meer naar de, echt naar de details kunnen gaan en moeten gaan. Maar wij moeten toch bijna iedere periode weer, als het ware, overnieuw beginnen met de basis. Nu hebben we iets langer, dus kunnen we misschien iets dieper op die basis ingaan. Maar ja, daar blijft het bij. En dan ligt het bij ons wel aan de persoonlijke uitvoering, hoe goed het gaat worden. Op het laatste moment kan je toch niet beschikken over Jeremy Frimpong. Ja. Daar heb je niet een idee bij. Nu hij er niet bij is, hoeveel invloed heeft dat dan ook weer gelijk op je keuze die je gaat maken? Dat heeft zeker invloed op de keuzes die je gaat maken. Alleen ik heb wel geleerd in die jaren dat je als jong oranje trainer een soort scenario trainer bent geworden. Dus ik heb zoveel scenario's altijd al in mijn hoofd van als ik die kan selecteren, dan doen we het zo. En dan gaat dit. Als hij toch bij het Nederlands elftal uitsluit, dan gaan we dit doen. En we bereiden dat ook gewoon voor op verschillende manieren. Dus we hebben nu ook voor die wedstrijden van allerlei dingen voorbereid. In besprekingen en weet ik wat beelden die we uit hebben gezocht, noem alles maar op. Maar ik kan je nu al vertellen dat die spelers, die gaan daar langer niet alles van zien. Is misschien maar goed ook. Maar uiteindelijk hebben we wel van als we dit scenario hebben, dan hebben we het bij de hand. En dan kunnen we gewoon laten zien en dan weten we wat we willen. Van de buitenkant wordt het wel eens gezegd, hè? Zet de sterren bij elkaar en zorgen dat ze het naar zin hebben. Maar die tijd is wel geweest, toch? Eindelijk is Paris Saint-Germain bewijst toch eigenlijk bijna ieder jaar weer dat het zo niet werkt. Nee. Dus die komt dan wel een eind. En waarschijnlijk in de Franse League ga je wel winnen. Maar de Champions League tegen echt de goede ploegen als Manchester City, Bayern München, noem alles maar op. Ja, daar ga je dan gewoon niet van winnen als je niet en het samen doet en met de goede intensiteit doet en een goed plan hebt en goede spelers. Ja, tot slot, wat kunnen wij van Jong Oranje verwachten deze zomer? Nou ja, we willen natuurlijk presteren. En als je naar een toernooi gaat, betekent presteren liefst zo hoog mogelijk. Dus dat is duidelijk. Maar we hebben tot nu toe het ook wel op een bepaalde manier gedaan al die jaren. We hebben goede energie volgens mij in het team zit. We willen snel de bal terug op een bepaalde manier. Voetballend willen we ook wel wat dingen. Alleen, en dat heb ik net ook tegen deze jongens gezegd, we zijn 2 jaar ongeslagen met dit team. Alleen, we moeten ons geen zand in de ogen strooien, want we hebben natuurlijk niet tegen de topteams gespeeld. We hebben wel tegen een aantal subtoppers gespeeld, maar niet tegen Portugal, niet tegen, wel tegen België, maar niet op hun best. Dus ja, wij moeten nu bewijzen dat we wat we 2 jaar hebben gedaan, met al die dingen waar we het net over hebben gehad, dat we die ook tegen het hoogste niveau uit kunnen voeren. Want je wilt je periode met Jong Oranje wel met een voldaan gevoel afsluiten, toch? Nou ja, ik ben sowieso los van dit EK, dat moeten we allemaal nog waarmaken. Maar wat we tot nu toe deze jaren hebben gedaan, ben ik daar best voldaan over. Omdat een van de dingen was het imago een beetje oppoetsen of omturnen, hoe mensen ernaar kijken. Spelers die graag willen komen. We willen ook een team zijn wat een beetje aanvalt. En uiteraard ook resultaten haalt. Nou, ik denk dat we die dingen best wel redelijk gedaan hebben de afgelopen jaren. Dus daar kijken we wel voldaan op terug. Maar het is nog niet afgelopen. Dit EK moet ook in diezelfde lijn doorgaan. Laat ik het zo zeggen. Dus winnen met de handtekening van Jong Oranje eronder. Ja, wel op een beetje op een leuke manier.